Dit is Earth Matters TV. Mijn naam is Arjan Bos en dit is de week van de orgaandonatie. Eerder deze week hadden we daarover al te gast in de studio Ger Lodewijk. Hij is schrijver van het boek Wat je over orgaandonatie zou moeten weten. En vandaag bij mij aan tafel zitten Tinne Kroonen. Zij is moeder van een donordochter en uit Berkhout-Hoorn. En Esme Veenstra, helemaal uit Maastricht. Zij was min of meer al hersendood verklaard en kwam weer bij. Fantastisch dat jullie hier zijn. Dankjewel voor de komst naar de studio. Tinne, om met jou te beginnen. Jij bent moeder van een donordochter. Ja. Wat heb jij met haar meegemaakt? Nou, wat ik meegemaakt heb is... Sophie die kreeg een ongeluk op 26 februari 2011 met een scooter. Vloog ze tegen een stilstaande bus op die geparkeerd stond om een uur of half tien 's avonds. En toen is ze naar het ziekenhuis toegebracht. En dat bleek dat ze daar de strot verbrijzeld had. Wij werden om 10:30 ingelicht door de politie. We moesten mee naar het Sint-Jan Gasthuis in Hoorn. Dat is een klein ziekenhuis. En toen we daar aankwamen hoorden we ook dat Sophie hersenletsel waarschijnlijk iets aan de hersens had. Ze lag heel kritiek. En ze hadden ook 2 scans gemaakt. We hebben wel een hele tijd moeten wachten voordat we beide konden. En toen er ook beide kwamen, toen begon ze ook zelfstandig eigenlijk weer te reageren nadat ze een tube hadden ingebracht. Ze werd toen... Een tube ingebracht? Dat voor beademing? Ja, ze had haar strot verbrijzeld en ze had geprobeerd op de weg om die in te krijgen. Maar dat lukte nu niet, dus vandaar dat ze even eigenlijk naar een kleiner ziekenhuis werd overgebracht om die eigenlijk in de strot... de keel te douwen, dat ze dan weer lucht zou krijgen, want ze had ook een hartstilstand van, of gereanimeerd van 40 minuten. En toen wij dus in Hoorn waren, moesten wij wachten welk ziekenhuis opgenomen moest worden. Dat werd Alkmaar. Nou, daar hebben we heel lang gewacht. Gingen ze daarna kijken. Ze kregen een drain in haar hoofd. En 's morgens om 4:00 werd ze op de IC gelegd. Op een alleenstaand kamertje. En konden we erbij. Wij kregen zelf daar een kamer toegewezen. Wij mochten niet naar huis. En wij moesten gewoon bij Sophie blijven. En dat wilden we natuurlijk ook heel graag. En 's morgens om 8:00 ging ik weer naar haar toe. Mm-hmm. En toen hoorde ik van de zuster dat ze zelfstandig begon te ademen. Mm. Nou, dat was natuurlijk een heel positief teken. Ja, maar hadden jullie toen al indicaties gehad over levensverwachting voor haar? Nou, ze lag heel kritiek. Ze had hersenletsel en ze gingen eigenlijk alleen maar testjes doen van met medicijnen en met elk kwartier de bloed afnemen. Maar voor de rest werd ons niet zoveel verteld van wat de levensverwachting was. Want ik denk ook dat ze het zelf niet inzagen van haalt ze het of haalt ze het niet. Nee, dat, dus dan leef je echt tussen hoop en vrees als moeder, denk ik aan. Ja, nou ja, dat bleef bij ons natuurlijk de hoop houden. Ja. En ze begonnen zelfstandig te ademen. Dat hadden ze weggedrukt. Want dat was slecht voor de hersenen, vertelden ze ons. En om 10:00 's morgens ging mijn man even naar huis om mijn spullen te halen. Want we waren eigenlijk zo van huis weggetrokken. En ik bleef achter met mijn dochter en daar een vriendin van. En toen kwam er een vrouwelijke arts aan. En een vrijwilligster en een zuster. En die zeiden dat ze een ernstig gesprek met ons wilden. Nou ja, ik zeg... Dan moet u even laten terugkomen. Mijn man is net weg. Nee, dat was niet nodig. Nou ja, dus ik denk, dan is het niet zo ernstig. Mm-hmm. Als mijn man er niet bij hoeft te wezen. Precies. Dus ik denk, als ik het alleen aan kan, dan kan ik dat aan. Ja. Dus we hadden een familiekamer daar. En ik heb mijn dochter en haar vriendin die zaten daar. En toen werd ons verteld, als Sophie het nou niet zou redden. En heeft hij al is Sophie, heeft hij een donorcodiciel? Weet u dat? Heeft u daar wel eens over gesproken? Donorcodiciel, dacht ik. Ik denk, ze ligt hier nog te vechten voor de leven. Ze ligt hier nog ineens. Hoe lang ligt ze hier eigenlijk? Net
Vanaf 1 uur vannacht mm-hmm. is ze binnengebracht dan. En of we daarover na wilden denken. En er werd meteen gezegd van, als uw dochter nou eens andersom, als die nou eens hier lag te wachten. Als donor zelf, zeg maar, dat je iets nodig hebt als ontvanger. En zo werd er al meer op ingespeeld. Er werd ook gevraagd of ze een tatoeage had. Ik zeg, een tatoeage, heb ze het laatste half jaar een tatoeage laten zetten? Nou, niet dat wij wisten. En of we erover na wilden denken. En hun gingen kijken of Sophie op de lijst stond bij NTS. Wat is NTS? Nou, Nederlandse Transplantatiestichting. Daar hebben ze een lijst van mensen die wel of niet geregistreerd staan als donor. Mm-hmm. Nou, ongeveer een uur later kwamen ze terug. En toen vertelden ze ons dat Sophie niet geregistreerd stond. Nee, dat wist ik ook wel. Mm-hmm. En toen vroegen ze weer bepaalde vragen. Er werd heel veel druk achtergezet eigenlijk. Van, heeft u al over nagedacht? Of u Sophie wil doneren als het niet goed gaat? En er gingen wel bepaalde dingen door mijn hoofd. Wat ik meegemaakt had. Met donor. Een vriend van mijn moeder. Die ze al donor hadden gegeven. En die ik als klein kind eigenlijk niet in de kist mocht zien liggen. Want die lag met, waarschijnlijk, dat vertelden de ouders dan, dat hij met pijn op zijn gezicht lag in de kist. En dat die ouders bang waren dat hij de uitname had gevoeld. Mm-hmm. Dus dat is er maar altijd bijgebleven eigenlijk. Want dat is heel een impact. En dat ging ook door me heen. Maar ook wij hebben ook een kind lopen, een tante zeggen, die op een orgaan wacht. Dus het was heel dubbel eigenlijk bij ons. Wat moeten we doen? Nou, ik denk. Maar ook heel gek dat je eigenlijk, terwijl je dochter nog ligt te vechten voor haar leven. Ja. Dat je eigenlijk al onder druk wordt gezet van, goh, wat wil je met orgaandonatie eventueel? Ja, en dan moet je eigenlijk nog voorstellen in wat voor situatie je loopt daar. Hè? Want je bent jezelf niet. Je bent eigenlijk aan het overleven. Nou, inderdaad. Als ze dat gaan vragen allemaal. Ja. Je bent eigenlijk bezig met je kind en wat jou overkomen is. En nou, niks gaat er eigenlijk echt bij je in. Mm-hmm. En dat bleven ze eigenlijk de hele tijd. Elk uur kwamen ze weer terug om ons te vragen. En Sophie die begon ook te reageren met haar hart op iemand die binnenkwam, die niet gewenst was. Mm. Dus die stuurde ik uit haar kamertje vandaan. En toen ging het hart weer naar beneden. Van 132 ging hij weer naar beneden. Dus ik denk, ja, nou, het gaat heel goed met haar. Ze reageert ook met haar hart. Ja. Maar ja, wat weet jij als leek zijnde? Ja. Ja. Ik vertelde dat ook tegen de verpleging, maar dat werd ook niet op gereageerd of wat ook. Ondertussen gingen ze ook testjes doen met Sophie. Dat zag ik. Als wij toevallig binnenkwamen, zag ik dat ze er aan het koelen waren. Ik zag haar, de gezicht was helemaal blauw, de lippen waren helemaal aan het klapperen. Ze zei, ja, we zijn er aan het koelen, dat is voor de hersens. 32 graden werd ze naar beneden gebracht en alles. Nou, ik vond het eigenlijk wel heel naar om te zien. En toen, die middag, nadat ze ook zelfstandig begon te ademen. Ik dacht, dit gaat wel de goede kant op. Ja. Toen 's avonds bleven ze nog steeds komen van die vrijwilliger van NTS om te vragen of we al nagedacht hadden over donor. En toen zei ik ook van, je staat zo onder druk dan en daar wil je eigenlijk vanaf. Ja. En toen zei ik, als we er zouden geven, als zij komt te overlijden, dan... Dan willen we het geven als ze overleden is. Wat kan je dan nog doneren? Ja. Nou, toen was het de nier en de lever. Mm-hmm. Nou, de lever ging er niet in bij ons, want mijn oudste dochter die werkt in het café. Dus wij dachten dan dat gaat naar alcoholisten die ze eigen kapot hebben gedronken. En nu opeens een nieuwe lever krijgen van zo'n meisje van 18. Ja. Nou, ik denk dat...
Nou, toen zei NTS ook, nou, hoe komt u daar nog bij dat u dat denkt? Nou, voor de rest zeggen ze je ook helemaal niets, eigenlijk. Wat je te wachten staat of wat ook. Of waar eigenlijk de organen naartoe gaan. Of waarvoor ze gebruikt worden. Of je krijgt eigenlijk totaal geen informatie. Nou, de volgende morgen om 1:50, dat was dus... van zondag op maandag was Sophie goed doorgekomen. Want ze hadden gezegd tegen ons van... als Sophie de nacht niet doorkomt en een hartstilstand krijgt... als Sophie de nacht doorkomt en geen hartstilstand krijgt... dan gaan we er alles om doen om haar weer bij bewustzijn te brengen en dat soort dingen allemaal. Nou, en de volgende morgen om 10:00 komt er weer een arts en die zegt tegen ons... Sophie is hersendood. Terwijl ze gewoon de nacht was doorgekomen. Ik heb geen verschil gezien tussen... De eerste dag eigenlijk, ja, dat het gezicht wat opgezwollen was. Dat werd wel dikker, dat zag ik wel. Maar ja, dat is logisch met een zwelling in je hoofd. Ja. En Sophie die... nee, ik kon het niet geloven dat ze hersendood was. Ze lag daar gewoon. Een zakje met urine was ernaast. Ze waren nog medicijnen aan het testen bij haar. Ze was warm. De hart klopte nog. Alles. Oké. Okay. En nou, toen ik dat hoorde, toen was eigenlijk... Ja, toen moest ik naar beneden een sigaret roken en dan loop ik recht tegenaan. De bus van de Eurotransplant, die stond dus al te wachten op mijn dochter. Ja. Terwijl wij het net gehoord hadden. Ja. Maar ja, je bent zo in een bepaalde roes dat je van voor niet meer weet dat je van achter leeft... Nee. En toen s'avonds zijn de stekkers eruit getrokken bij Sophie om 10:00. En om 9:50 was ze dus overleden. Maar ja, wij mochten dus helemaal, dat werd ons totaal ook niet verteld, dat wij helemaal niet bij Sophie mochten wezen. Ze wat om haar vast te houden. We mochten wel wezen in het kamertje, maar dan aan het voeteind van het bed. Ze waren zo bezig, een arts en een broeder, om dat allemaal los te koppelen en om andere dingen klaar te leggen. Want ze moest daarna natuurlijk voor die... nieren die wij gegeven hadden dus, moesten naar de OK toe. Om dat zo spoedig mogelijk eruit te halen, bleek dus achteraf. Dat werd ons ook niet verteld. En Sophie die werd 2 minuten na haar overlijden, want dat zagen we, dat het echt het leven eruit ging, zijn ze razend over de gang gegaan. En hebben ze haar... En hoe ging dat, het leven daaruit? Wilt u daar iets van vertellen? Wil je daar iets van vertellen? Nou ja, ze lag daar en ik heb die arts weggeduwd. Ik heb haar vastgehouden en ik heb met haar gebeden. En dat ze mocht gaan. Ja, en toen zag je er gewoon van boven, van de gezicht af, zag je zo dat leven eruit lopen. Zo. Ze werd ineens... Het leek net of een blies over haar heen ging. In één stuk grauw was ze. Je zag meteen, je zag haar ziel eigenlijk vertrekken. Ja. Dus, maar dat heb je echt af moeten dwingen om dat gewoon te doen, zeg maar. Om bij haar te zijn. Ja, ja. Nou, het is mooi dat moment in ieder geval nog is geweest. Maar wel heel heftig natuurlijk. Ja, je moet dat... Mijn man die was helemaal verstijfd eigenlijk. Die wist niet wat hem overkwam. Nee. En wij dachten gewoon dat we haar vast mochten houden. En gewoon... mochten knuffelen en met hem mochten bidden. Maar daar was helemaal geen ruimte voor. Totaal niet. En 2 minuten. Geen informatie vooraf ook daarover? Nee, helemaal niets. Helemaal niets. Nee. En 2 minuten daarna is ze meteen naar de OK gereden. En om 1:30 s'nachts is ze teruggekomen. En mochten wij eigenlijk afscheid van haar nemen. En ik dacht ook gewoon dat we ook afscheid van haar mochten nemen. Maar ze lag daar weer op datzelfde kamertje. En ze waren daar aan het soppen en aan het doen. En of wij de familiekamer leeg wilden maken. En dat wij werden eigenlijk onvriendelijk verzocht om dat wij ons spullen gingen pakken en naar huis gingen. Dus helemaal geen moment meer met haar kunnen hebben eigenlijk? Nee, helemaal geen moment. Absurd. Nee, we hebben 1/2 uur gehad met haar. En toen vonden ze het wel welletjes en lang genoeg dat we daar waren geweest. En we moesten naar huis.
Na een... Het klinkt echt als een verhaal uit de Bananenrepubliek. Ja. Ongelooflijk. Ja. En toen, na 6 weken zouden ze bij ons thuis komen om te vertellen of de transplantatie gelukt was. En waar het naartoe gaat. Want het kan natuurlijk over heel Europa. Ja. Waar we samen zijn met organen. En toen werd ik gebeld na 6 weken en ze wilde niet bij ons thuis komen. Nou, toen werd ik heel erg boos. Ik had al een nagevoel, Alma. Maar toen werd ik eigenlijk heel erg boos, want ik denk, ja... Ze wilde niet bij je thuis komen? Nee, niet te vertellen, niet thuis, om gewoon in onze huiselijke sfeer te vertellen van waar, of het gelukt was en waar en wie. En dat hebben ze van tevoren wel gezegd. Ja. Nou, dan komen we bij u thuis. Ja. En, ja. Maar toen was het Maman Supreme daar en toen gaan ja. ze niet thuis. Ze hadden er buiten binnen en... En toen? Zo voelde het voor mij. Een briefje gekregen of mocht je naar de ziekenhuis? Nee, toen ben ik er echt op gaan staan. Ik zeg, ik wil dat jullie hier komen. Ik zeg, jullie moeten weten waar Sophie geleefd heeft en wat wij gegeven hebben. Dus ik sta erop dat jullie komen. Nou, toen kwam er iemand van diezelfde vrijwilligster, kwam toen bij ons thuis. En die vertelde dat één nier van Sophie bij een man van 70 was terechtgekomen. En één nier bij een man van 40 en dat het in Nederland was gebleven. Ik had nog aangekaart van, als die mensen contact met ons willen, staan we daarvoor open. Mm-hmm. Ik heb nooit meer iets gehoord van NTS, van de Nederlandse Transplantatiestichting hierover. En na een half jaar, of eigenlijk, wist ik dat er iets niet klopte. Je moest zo'n goed gevoel ervan overhouden, hè, wat ze je vertellen. Nou, geloof mij, dat was het bij ons echt niet. Dus eigenlijk echt geen informatie. En je werd nee. eigenlijk op het. Nee. Op de meest vervelende momenten. Niet voorgelicht. Nee. Op de meest vervelende en precaire momenten word je met dingen geconfronteerd die eigenlijk heel onprettig zijn. Ja. En nou, je krijgt echt, als ik dat zo beluister, krijg je echt het gevoel alsof dat gewoon. Ja, bijna in scène is gezet. En of ze er gewoon op zin spelen. En dat is ook ja. heel gek dat je gewoon eigenlijk. Ziet van dat er geen verandering is in hoe ze binnen is gekomen. Dat je gewoon een hartslag ziet en dat ze warm is. En allemaal en dat ze nog bezig zijn met medicijnen en dan ja. vervolgens al hersendood is verklaard. Ja, ja. Op ze, waarvan? Op waarop? En dat zo'n wagen dan al klaar staat. Dat is echt ja. een heel fout beeld. Ja. Heel fout beeld. Ja. ja. En Esme, je hebt zelf iets meegemaakt, hè? Met betrekking tot deze... poppenkast eigenlijk, zoals ja. ik nu hoor. Wil je daar iets over vertellen, wat jou is overkomen? Ja, in 2005 op 4 februari, toen dacht men dat ik hersendood was. Had je een ongeluk gehad? Ik had een heftig ongeval gehad en ik werd naar het ziekenhuis gebracht met multiple trauma. Ik had mijn sleutelbeen gebroken, mijn arm, mijn bekken, mijn heupen. Heilig been, schaambeen en mijn bovenbenen, knieën. Dus ik lag volledig in de puin. Ja. En het meest gevaarlijk was eigenlijk een massale longbloeding. En door die massale longbloeding ontstond er een hypovolemische shock. Hè, dat er bloeddrukdaling kwam. Zowel voor de operatie als daarna. En ze hebben me heel veel bloed moeten toedienen. En door die lage bloeddruk ontstaat er dan heel veel zuurstoftekort in je lichaam en waaronder ook in je hersenen. Mm-hmm. Dus aan de hand van die operatie werd eigenlijk gedacht dat er zo'n hersenschade was. Was je gelijk buiten bewustzijn vanaf dat ongeluk? Ja, voor mij is het helemaal weg, dus ik kan me er allemaal niks meer van herinneren. Nee. En nou goed, eigenlijk zijn ze al meteen na die operatie gaan testen. Of er nog hersenstamreacties waren. Dus middels een Glasgow coma scale gaan ze dus pijnprikkels toedienen en kijken hoe het ervoor staat. En ja. eigenlijk had ik de laagste score. 15 is het hoogste en 3 is dan totaal geen reactie. Okay. En ze doen dan bepaalde testen. Met een badje over je hoornvlies gaan, kijken of er een reactie is, ijswater in je oren. Dat soort reacties. Mm-hmm. En met licht in je ogen schijnen. Oh ja. En eigenlijk scoorde ik overal afwijkend op, met licht bij de stijve ogen.
Ja, dus ja, vanaf dat punt eigenlijk al halverwege een paar uur dat ik in het ziekenhuis was, hadden ze al het idee dat er dat ik dus onherstelbare hersenschade had opgedaan. En mijn familie is natuurlijk op de hoogte gebracht en die moesten helemaal uit Limburg komen, want ik woonde in Den Haag. Okay. En uiteindelijk is tegen mijn vader en tegen mijn zusje, mijn familie gezegd dat ik hersendood was. En er is een stukje uit mijn medisch dossier wat ik misschien kan voorlezen, als je dat oké vindt. Ja, dat is kort eigenlijk het gesprek wat er met mijn vader en mijn zusje werd gehouden nadat zij dat gesprek hadden. Ja, ga je gang. Gesprek met vader en familie gehad en alles vanaf het begin doorgenomen en uitgelegd dat er sprake is van onomkeerbare hersenschade en ernstige longschade, die dus niet meer met het leven verenigbaar is. Tevens aangegeven dat ze in het bezit is van een donorcodiciel. Haar vader geeft aan de wens van zijn dochter te respecteren en gaat akkoord met orgaan- en weefseldonatie. Er is uitgelegd dat er sprake is van een niet-natuurlijke dood en dat door gespecialiseerde arts de officier van justitie zal worden ingelicht. En vader geeft aan dat hij afscheid zal nemen en dan het overlijden zal afwachten. Dus mijn vader die is na dat gesprek, hij reageerde daar, hij ging natuurlijk best wel snel akkoord, omdat hij met mijn moeder ook al had meegemaakt dat mijn moeder hersendood was na een hersenbloeding. Dus hij had zoiets van, ja, ik weet hoe het is. En hij zei ook tegen mijn zusje, die toen 14 was, het is afgelopen, ze is er niet meer. Als de apparatuur stopgezet wordt, dan is het gewoon afgelopen. Ja. En mijn zusje is eigenlijk weggelopen tijdens dat gesprek. Dat zij al mijn begrafenis waren aan het bespreken en wat er met mijn organen zou gebeuren. Mijn vader heeft ook de familie gebeld en al gezegd dat ik overleden was. Okay. Ja, mijn zusje die is toen naar mijn bed gegaan en zij is toen met mij gaan praten. En heeft ook gezegd van, ja, je zou me niet in de steek laten. En ze ging uiteindelijk aan mij uitleggen dat ze de apparatuur stop zouden zetten. En op een gegeven moment had ze het gevoel dat ik in haar hand kneep. En zij is boven mij gaan staan. En ze had het idee dat ik haar langer aankeek. Hè, met hele angstige ogen. En dat vond ze ook heel eng. En na dat uitleggen hoe eng dat wel niet was met die beademing, zag ze ineens een traan ook in mijn oog. Ja, dat was heel vreemd. Dus uiteindelijk heeft zij tegen de verpleging dat ook wel gezegd. En zij is met mijn vader naar buiten gegaan. En een tante van mij die heeft ook aangegeven dat ze dacht, ik had het gevoel dat je er nog was. Je was, als al artsen het over de dood hadden, dan leek het net of je wilde zeggen van, hé, maar ik ben er nog. En goed, dus ze hebben heel veel testen gedaan en die testen wezen steeds uit dat er een hersenstamuitval was en dat er geen reactie was. En ja, ik denk zelf misschien ook dat mijn zusje een hartverbinding maakte. Ik weet niet wat er is gebeurd, want een vriendin van mij die zei dat ik daarna ook nog heb gezegd dat ik mijn moeder had gezien. En dat zij tegen mij had gezegd dat het mijn tijd niet is. Maar voor mij is die hele periode op die IC en daarvoor, dat is weg. Dat is natuurlijk jammer. Kun je niks van herinneren? Nee. Okay. Ja, dus en mijn wit licht gezien, dat soort dingen. Nee, dat is jammer. Dat was nog mooier geweest, maar ik heb die herinneringen daar niet aan. Nee. Nou goed, dus mijn vader en mijn zusje die zijn naar buiten gegaan om een sigaretje te roken. En op een gegeven moment dat ze weer terugkwamen, zijn de artsen, die kwamen aan en die zeiden van ja, dat hebben we nog nooit gezien. Het is een wonder, maar we zien weer reacties. Dus uiteindelijk, want die avond zou de laatste test. Ze zijn natuurlijk al vrij vroeg begonnen met het hersendoodprotocol. Ja. Dat zijn onder andere die testen en bloedonderzoek. Ja. En de laatste test die avond zou dan de apparatuur stopgezet worden, die apneutest. Nou ja, goed, dat kwam gelukkig op tijd, want ik heb daarna nog een week op sowieso aan de beademing gelegen. Dus ik denk, als ze die test hadden gedaan die avond, dat ik waarschijnlijk ook helemaal niet
sterk genoeg was om zelfstandig te ademen. En dan had het misschien sowieso zo'n schade geleid dat ik sowieso was overleden. Ja. Ja, dus... Prachtig dat je zusje dat zo heeft gedaan. Ja, dus het... Dit mee heeft gemaakt. Ja. Hoe kijkt de familie daarop terug? Op die, Ja, zij heeft dat heel mooi opgeschreven. Vandaar dat ik het natuurlijk zo, zo terug kan halen. Ja. Ja, mijn zusje ziet het ook wel sterk. Zodat zij mij terug heeft gehaald. En ik ben blij dat ik er nog ben. En voor mij is het lang raar geweest natuurlijk. En het moment dat ik weer op de normale afdeling lag en mijn vader, ik zie hem nog links van mij zitten, en mijn zusje, die kwamen aan. Ja, die vertelde wat er dus was gebeurd. Ja, en ik voelde zoveel geluk door mijn lijf. Ik lag natuurlijk helemaal in de puin. Ik heb echt 1,5 jaar gerevalideerd. En pijn, neem ik aan. Heel veel pijn en opnieuw moeten leren lopen en dat soort Maar je voelde heel veel geluk. Toen zij mij dat vertelde, ik voelde het geluk dat ik dit had overleefd en dat ik een nieuwe kans had gekregen. En ik voelde me een overwinnaar, dat ik, dat ik dit alles had doorleefd. Ik dacht van wauw. Fantastisch dat dat inderdaad is gebeurd en dat het kan. Ja. En in jouw verhaal ten opzichte van die van Tinne, en dan denk ik van in jouw verhaal vind ik het veel legitiemer hoe de medici hebben gehandeld. Hè? Want op het moment dat je gewoon al die tests doet, zeg maar, en iemand die ligt gewoon volledig in pijn en die heeft gewoon 0 scoren. Ja. En dan vind ik het zelf als leek, zeg maar, niet zo vreemd. En dat ze dat dan inzetten, dat ze dan de familie op deze manier inlichten. En terwijl dat in het verhaal van jouw dochter Tinne natuurlijk een heel ander verhaal is. Hoe kijk jij specifiek op dat terug, of de familie? Ja, ik bedenk me nu dat ik eigenlijk iets belangrijks ben vergeten. Okay. Want ze zijn natuurlijk wel het protocol doorlopen, maar ze hebben dat niet juist doorlopen. Want uiteindelijk, er stond een EEG op de planning. Ja. En ze hebben in de middag, rond 1 uur of 2, hebben ze natuurlijk mijn hele lichaam CT's gemaakt. Ja. En uit de eerste CT-scan wees eigenlijk al uit dat er geen hersenschade was. Dus en uiteindelijk, doordat al die testen uitwezen dat er dat mijn hersenstam was uitgevallen en dat er geen reactie kwam, hebben ze rond 1 uur of 4 die dag hebben ze weer een CT-scan aangemaakt. En dat wees eigenlijk ook uit dat primair en secundair gewoon geen schade was. Dus er waren geen bloedingen en geen oedeem was er te zien. Dus eigenlijk op basis van die CT, wat ook nog een onderdeel is van het protocol, hebben ze alsnog gewoon aangehouden dat ik hersendood was. Dus ondanks het feit dat er een aantal dingen waren die eigenlijk niet binnen het protocol vallen, hebben ze dat toch doorgeduwd. Hebben dat is een ze, beetje het gevoel, of dat is eigenlijk de feiten die ook in jouw geval zo zijn gebeurd. Ja, en het is natuurlijk wat ze heel erg benadrukken van, hè, we volgen het protocol. Ja. En als je kijkt naar mijn situatie, dan ben ik eigenlijk in 1/2 dag al hersendood verklaard. Mm-hmm. En het protocol is al zo snel, hebben ze al zo snel toegepast. En er wordt heel weinig ruimte natuurlijk gegeven om misschien te herstellen. En want eigenlijk die avond zou gewoon de apparatuur al stopgezet worden. En kijk, ik ben er nu nog. Gelukkig. Maar wie weet hoeveel mensen niet op tijd dat ze zien dat er misschien wel nog reacties zijn. En, ja, en als jouw zusje dit niet op deze manier had gedaan en dit had aangegeven, was er geen vertragende factor geweest. Ja. En was het eigenlijk gewoon in werking gezet. Ja. En dus in jouw geval dan word je overdonderd en dan ga je akkoord. En dan, ook veel te snel. Ja, veel te binnen snel. Binnen nog ineens 48 uur trekken ze de stekkers eruit. Ze geven, ze geven mensen die hersendood tussen haakjes zijn totaal geen kans. En hebben jullie, om bij bewustzijn te komen. Ja. En hebben jullie ergens gehoor gekregen met je verhaal binnen de instanties waar je dat zou verwachten? Of bij het ziekenhuis, of bij een arts, of bij een
een overkoepelende organisatie die hierop toeziet. Hebben jullie iets aangegeven en kun je vertellen wat je verhaal daarmee was? Ik elke keer als ik de krant opensloeg, vooral met de Donorweek of op televisie de reclame zag, toen werd ik zo boos. Toen dacht ik, ja, jullie moesten ze weten wat jullie staat te wachten. Ja. En hoe ze handelen en... Nou, dus toen stond er een stuk bij ons in de krant en daar heb ik op gereageerd. Eigenlijk om een stukje te posten op zaterdag, kan je als lezer kan je daar een klein stukje neerzetten. Ja, en toen vloog de media eigenlijk een beetje op me, want dit verhaal hadden ze nog nooit gehoord eigenlijk. Mm-hmm. Het zijn alleen de Hoezee-verhalen natuurlijk die naar buiten komen. Ja. En die zijn natuurlijk ook prachtig. Ja, natuurlijk. Maar dit mag er ook wezen, deze verhalen. Ja. Die mogen ook verteld worden. Ja, want het leed wat we niet horen van mensen die eigenlijk onterecht overlijden, dat is misschien nog wel veel groter. Precies, ja. Dat je gewoon bedrogen wordt eigenlijk. Ja. Dat zie je bepaalde, vooral in die toestand, en dan je eigen dochter of je kind of je man geen ruimte geven om bij bewustzijn te komen of om rustig te sterven. Ja. Daar kom je dan achter. Ja. En hoe en wat. Je komt er eigenlijk achter dat je totaal geen informatie krijgt als donor of als nabestaande wat jou staat te wachten. Nou, je komt eigenlijk achter. Je wordt eigenlijk, het beeld is dat je gewoon gebruikt wordt. Ja. En dat is heel netjes gezegd. Ja. En jij, Esmee, heb jij nog iets aan kunnen geven bij instanties en daar enig gehoor gekregen? Nee, ik ben eigenlijk nog niet zo... Ja, sinds vorig jaar, ik wil graag een boek schrijven. Dus ik heb mijn medisch dossier toen opgevraagd. En ik kwam toen ook in contact met Ger Lodewijk. En toen voelde ik helemaal van het klopte niet. Eerst kreeg ik mijn dossier ook niet. Zeiden ze dat het vernietigd was. Dus het voelde allemaal raar. Ja. En ik heb daar verder nog geen stappen in ondernomen. Maar ik vind het wel belangrijk dat ook die andere kant wordt, dat belicht wordt. Ja. En ben je ook mensen tegengekomen met een soort gelijk verhaal inmiddels? Heb je daarna gezocht? Heb je mensen gezien? Nee, nog niet. Natuurlijk mensen die zelf ook hersendood zijn verklaard. Er zijn er wel, hè? Maar een stuk of 10 of zo bekende verhalen die ook wel in de media zijn geweest wereldwijd. Ja. We hebben maandag het interview met Ger ook even 1 iemand benoemd. Mm-hmm. Ik weet zijn naam zo niet meer. Maar je bent zelf niet persoonlijk iemand tegengekomen met een soort gelijk verhaal. Nee. En jij, Tinne, heb jij mensen gesproken met verhalen die in deze richting? Ja. Kun je er iets over vertellen? Ja, ik ben een paar weken terug een vrouw tegengekomen die woont op de grens in Duitsland. En haar dochter is nog eerder hersendood verklaard dan mijn dochter, zonder ook onderzoek nog naar te plegen. En ik las dat verhaal en ik zag heel veel herkenning. Ik zag een noodkreet eigenlijk van haar. En ik heb haar toen gemaild en contact met haar opgenomen. En Annette Woed heeft ook contact met haar opgenomen. Annette Woed is een... Iemand die erin gedoken is voor mij, om mij te steunen met allerlei dingen op gebied van orgaandonatie. Eigenlijk mijn vechter, mijn engel noem ik haar, die mij helpt. Dus ik heb ook nog meer reacties, zelfs mensen op straat die me aanhielden. Ik heb mijn man ook gegeven 15 jaar en ik loop hier ook al 15 jaar mee. Ja. Er werd zelfs een stukje door de Eerste Kamer naar ons gestuurd. Van kijk hier even naar op 13 september het Radboud ziekenhuis. Dat er 10% van de nabestaanden spijt hebben van het geven van hun geliefde. Mm-hmm. Door met de orgaandonatie. Ja, ik denk dat er ook heel veel mensen hiermee zitten. Dat je niet mee naar buiten durft te komen. Nee, inderdaad. Dus wat dat betreft hartstikke moedig dat jullie hier zitten. Wat zou je nog mee willen geven aan degene die hier zit en die hebben nog geen keuze gemaakt? Ja, of met de overheid die straks voor iedereen een keuze maakt, op het moment dat je niet registreert, dan ben je automatisch het moet nog door de Eerste Kamer. Maar wat zou je de kijker mee willen geven in het bepalen van zijn of haar keus, Esmee? Ja, dat ze zich vooral ook moeten verdiepen in de theorie en hoe het eigenlijk gaat. Hè? Dat je nog niet dood bent. En...
ja, met het nieuwe systeem, daar sta ik niet achter. Omdat ja, natuurlijk niet iedereen zich juist kan inlezen over de informatie. En ik vind ook dat de overheid daar een belangrijke rol in heeft. Dat zij ja, eerlijke en juiste informatie moeten geven. Die rol zouden ze moeten hebben. Ja, dat ja. vind ik wel belangrijk. Ja, ja. Ja, absoluut. Ja, ja. Ja. En jij, Tinne, wat zou jij mensen aanraden die voor de keuze staan? Ik raad ze aan het boek van Ger Lodewijk te lezen. Inderdaad. En het zwart boek van Annette Wood. Ik heb mensen een jaar lang één vraag gesteld. Bent u orgaandonor? Sommigen zijn nee, sommigen zijn ja. Mm-hmm. Ik zei, wat kunt u mij vertellen wat u te wachten staat als donor? Antwoord moet ik nog krijgen. Dus ga alsjeblieft op zoek naar dat antwoord. Ja. Naar het eerlijke antwoord. Ja. Wat jou staat te wachten als orgaandonor. Ja. Nou, heel erg bedankt voor jullie verhaal. Bedankt voor de komst naar de studio. Ongelooflijk wat jullie hebben meegemaakt. Moedig dat jullie het hebben willen delen hier voor de camera. We hebben afgelopen maandag een kleine opsomming gegeven over wat de bewijzen zijn dat een hersendoodverklaarde orgaandonor niet dood is. En die willen we nu nog even herhalen voor de kijker die nog voor een keuze staat. En die op dit moment wordt gebombardeerd met de informatie over de wel of geen donor worden. En dus dat is eigenlijk dat de lichaamstemperatuur die is normaal. En dus het hart klopt en die stuurt het bloed door het lichaam. De bloedsomloop die functioneert uitstekend. De lichaamscellen blijven zich vermenigvuldigen. De neurale besturingen, zoals in de vorm van reflexachtige bewegingen, die werken allemaal gewoon. De orgaanfuncties die zijn intact. De wisselwerking tussen alles binnen het gehele organisme is intact. De patiënt die wordt gevoed. En de spijsvertering en de stofwisseling functioneren ongestoord. Het lichaam kan zelfs hoge koorts ontwikkelen. De patiënt krijgt medicijnen toegediend en reageert daar ook op. De uitscheidingsprocessen die gaan gewoon door. De wonden genezen. Mannen kunnen zelfs erecties krijgen. Zwangere vrouwen kunnen zelfs na 3 maanden een levend kind ter wereld brengen. En wanneer de operatie om de organen eruit te halen begint, stijgen de hartslag en de bloeddruk significant. In een aantal gevallen maakt de patiënt dan afwerende gebaren en komt zelfs een stukje overeind. En in verband daarmee worden spierverslappende middelen toegediend of wordt de patiënt op de operatietafel vastgebonden. En als je werkelijk een werkelijk stoffelijk overschot uit het mortuarium haalt en je gaat het beademen, dan gebeurt er echt niks en gaat het hart ook niet meer kloppen. Ja, maar de overheid die noemt deze mensen wel al wettelijk stoffelijke overschotten. En misschien aardig om eraan toe te voegen. We hebben veelvuldig hier in de studio ook gesprekken met Martijn van Staveren. En ik herinner me wat hij zei over orgaandonatie. Hij zegt van ja, als we hier in deze realiteit komen, dan wordt ons oorspronkelijk bewustzijn gekoppeld aan wat hij noemt een cyberbiologisch lichaam. En op het moment dat ze dan zogenaamd doodgaan. En dan is het al een behoorlijke toer om daar met je bewustzijn mee te nemen wat je in dit leven hebt geoogst als ervaring. En wat er gebeurt op het moment dat je orgaandonatie of je organen doneert ofwel een orgaan krijgt, is dat je eigenlijk en dat lichaam en dus ook je oorspronkelijke bewustzijn koppelt aan het lichaam van een andere. Dus dat heeft dat bemakkelijkt de toch al lastige situatie na de dood er absoluut niet op. En dus wij hopen hiermee jullie als kijker iets mee te hebben gegeven, iets informatie te hebben gegeven die je mee zou kunnen nemen in het bepalen of je wel of niet als donor geregistreerd wilt worden. Dus heel erg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.